Als je hier staat, wat zie je dan? Ja, water, gras. Maar als je meer weet, zie je ook meer. Voor een van de gevolgen van de klimaatverandering, heftige regenbuien, te veel neerslag in één keer. Hier hebben we een oplossing gemaakt. Als er wateroverlast dreigt bij Zoetermeer, gaat hij vlakbij bij Stompwijk een klep open en komt het water waar het helemaal welkom is. Namelijk hier in de nieuwe Driemanspolder, een wetlandsoase midden in de drukke Randstad. Die winst voor de biodiversiteit en die extra ruimte voor recreanten werd mogelijk gemaakt omdat verschillende bestuurders met elkaar gingen samenwerken. En omdat ze zich realiseerden, water kom je altijd tegen. En omdat water echt overal is, is het zo belangrijk om water en ruimtelijke plannen vroegtijdig een plek te geven. Want doe je dat halverwege of achteraf, dan missen bestuurders kansen en doen we veel dubbel werk. En daarom wil het Hoogheemraadschap van Rijnland water als sturend element in de ruimtelijke ordening nog actiever agenderen. De actuele maatschappelijke opgaven waar bestuurders voor staan vragen om een ander perspectief. Eén waarin water centraal staat. De effecten van klimaatverandering vragen om andere keuzes. En om scherpere keuzes. Met onze maatschappelijke partners delen we dezelfde verantwoordelijkheden voor het opwekken van klimaatneutrale energie. We willen de kringloop sluiten, maar hoe gaan we dit doen? En hoe gaan we dit samen doen? Praat je in Nederland over biodiversiteit, dan praat je natuurlijk over water. En ook in dit gesprek willen wij onze plaats innemen. Al deze opgaven hebben een grote invloed op het werk van bestuurders. En meer dan ooit vraagt een nieuw waterbeheersplan om goed na te denken over onze invulling van de kerntaken. En daarover komen we nog heel vaak met elkaar te spreken.